Het stond vandaag groots in de Woerdse Courant, het programma op een bevrijdingsdag. Op het kerkplein en op verschillende andere locaties, kazerneplein en de kerktuin. Maar eerst even het onderwerp bevrijdingsdag. Verschillende leeftijden hier aan tafel. En eigenlijk wil ik met de jongste aan tafel, Wietske Middison. Zangeres, groot talent hier uit Woerden. Vragen, wat betekent bevrijdingsdag voor jou? Wat betekent vrijheid voor jou? Ja, dat is natuurlijk lastig, omdat ik altijd opgegroeid ben in vrijheid. Dus ik stel me erbij voor wat het nu is. Dus ja, gewoon heel fijn. En ik kan alles doen wat ik wil. En ik kan alles zeggen wat ik wil, bijna. En ja, maar de laatste tijd word je ook steeds meer geconfronteerd met mensen die niet die vrijheid hebben. Ook telkens natuurlijk met bevrijdingsdag juist word je daarmee geconfronteerd. En dat geeft het wel echt een extra laag. Dat je er wel echt over na gaat denken van ja, wat is vrijheid nou echt? En ook naarmate ik toch ouder word van ja, het betekent wel echt meer dan alleen dat rondrennen op straat zonder dat er een bom in je tuin valt of weet ik veel wat ik zeg als kind. Ja. Maar ja, het krijgt steeds een diepere betekenis voor mij, ja. Ja, zeker. Ik denk dat het voor elke leeftijd weer anders is, want ik wil ook graag aan Theo vragen. Wat betekent bevrijdingsdag of het leven in vrijheid voor jou dan? Ik ben dus de oudste, denk ik. Weet ik niet, maar ik vraag het aan jou. Ja, ik ben een paar maanden ouder dan Hans. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. Ik zag het daar net in de krant staan. Ja, vrijheid voor mij is soms wel eens vanzelfsprekend. Want ik ben natuurlijk al een heel stuk ouder. En ik heb altijd ook in vrijheid geleefd. En ik denk dat ik het pas zou merken wat het is als ik het niet meer heb. Ja. Als je dan plotseling niet meer vrij bent. En ik heb de boek van Geert Mak, kent iedereen ook wel, van de eeuw van mijn vader. Als je dat gelezen hebt, dan zie je dat die hele vorige eeuw vol met oorlogen zat. En toen het 2000 was, dacht ik, nu hebben we dat gehad. En als je dan ziet wat er nu aan de hand is, dan is het eigenlijk nog veel erger dan wat we in de vorige eeuw gehad hebben. Ja. Dus dat maakt me wel, niet nerveus, maar het is wel akelig, ja. Ja, als je de rest van de wereld allemaal bekijkt, wat er zich allemaal op dit moment afspeelt, is bevrijdingsdag eigenlijk een hele mooie dag in Nederland. Ik heb Mariska Vergelen aan tafel. En zij is betrokken bij de hele organisatie van de bevrijdingsviering hier. Ik heb zo het programma bekeken en het is behoorlijk groot van opzet. En het ziet er allemaal heel erg mooi uit qua vormgeving. En ja, eigenlijk denk ik wel dat de Woerdenaren lekker in Woerden moeten blijven. Omdat er zoveel te doen is. Ja. Maar eigenlijk wil ik even weten, hoe is deze hele nieuwe opzet in zijn werk gegaan? Hoe zijn jullie begonnen hiermee om zo'n mooi programma eigenlijk neer te zetten? Want het is zo breed. Het is heel breed en het komt natuurlijk ook omdat 5 mei is, elke 5 jaar is iedereen vrij, hè, om de 5 jaar. Dus deze keer dachten we laten we het groots aanpakken. Het is ook de eerste keer dat ik erbij betrokken ben, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus vorig jaar is het natuurlijk veel kleiner geweest. We zijn wel een klein beetje huiverig voordat zeker de jongeren naar Utrecht gaan voor de bevrijdingsfeesten of naar Amsterdam. Maar Junior van LRE die zet een heel mooi programma neer voor 's avonds, wat daar natuurlijk ook in staat. Dus we hopen dat de meesten hier blijven. Daarnaast zijn we wat professioneler van gang gegaan. Jaco Casius die heeft de vormgeving gedaan. Volgens mij zit hij hier ook ergens in de zaal, ik heb hem gezien. Zeker. Daar zit hij, ja. Ja, kijk eens aan. Ik zie het niet zo goed. Het ziet er natuurlijk super mooi uit. En in de stad zie je de posters hangen en er komt steeds meer terug. Facebook, website. Er is ontzettend veel georganiseerd voor de kinderen. We hebben geprobeerd om voor iedereen wat te organiseren. Carol zit daar van Cuvo. Die heeft een heel mooi programma voor de kinderen neergezet. Ja. Op die manier proberen we iedereen erbij te betrekken. En ook iedereen een beetje bij stil te laten staan, van wat betekent vrijheid voor jou? Hans heeft natuurlijk een heel mooi project neergezet, schuldige plekken, die daar hangen. Door de hele stad zie je ze hangen. Ja, dat gaat Hans zo vertellen. Dat gaat hij zo vertellen, dus ik zal niet te veel plakken, alvast. Maar dat is ook voor de kinderen, die lopen die wandeling al, voordat het überhaupt 5 mei is. We proberen gewoon echt zoveel mogelijk te doen voor iedereen, zodat iedereen een leuke dag heeft. Ik zie dat we hebben verschillende podia. Op het kerkplein is er dan iets. Ja. En het kazerneplein, de kerktuin. Maar ik zag ook het vrijheidsontbijt. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Vrijheidsontbijt, dat is iets dat, uh, dat uh, wat,
wat toen ook tijdens Bevrijdingsdag zelf gevierd werd, 70 jaar geleden. Dat herhalen we. Dat is een ontbijt, daar beginnen wij de dag mee op 5 mei. Dat is in de stad, dus is iedereen voor uitgenodigd, gratis. Kijk, dat is mooi meegemaakt. Iedereen kan plaatsnemen aan de tafels. Er is nooit zoiets als een gratis lunch, maar wel gratis ontbijt dus. Dat wordt gesponsord door allerlei winkeliers in de stad. En je kan gewoon komen aanschuiven. Okay. En zo beginnen wij de dag. Ja, ja. Mooi. Ik zie ook iets staan, de Democratiefabriek. Dat is het ochtendprogramma. Ja. Of het programma voor de kinderen. Dat is vanuit de QVO wordt dat georganiseerd? Ja, van de Kerel. Dat is gewoon het programma voor de kinderen. Dat is iets wat nu ook al loopt. En dat zit niet echt op het... dat zit op de hoogwoed. Ik denk dat Kerel daar beter over kan praten. Die zit daar. Dat is een... georganiseerd iets voor de kinderen dat daar plaatsvindt. Ja, oké. Als ze daar meer over willen weten, kunnen ze misschien wel op de website kijken. Ja, dat is waar. Dat leert kinderen ook veel, veel over democratie. Precies, ja. Belangrijk. Ja. Dan ga ik even naar de overkant, naar Theo. We hoorden het net al een beetje, zijn wandelingen door de stad. Voor kinderen, ook natuurlijk voor volwassenen. Waarbij je een beetje teruggaat in de tijd. Hoe was Woerden in de tijd van de oorlog? En wat kan je er meer over vertellen? Waarom moeten de Woerdenaren deze wandeling doen? Ja, ik vind als je het hebt over vrijheid, dan moet je datgene wat 70 jaar geleden bevochten is, dat moet je gewoon blijven vertellen. Dat is pas echt vrijheid doorgeven. En ik kan zo dadelijk even wat vertellen over de wandeling die dan gemaakt is. Ja. Zal ik dat gelijk even doen? Ja? Ja. Dan even een plaatje ervan. Ja, we hebben vanuit het Gilde. Vanuit het Gilde hebben Rini van den Berg en ik de wandeling, het ontwerpen van de wandeling op ons genomen. We hebben gekeken wat zijn de thema's die je in Nederland, maar ook in Woerden dus hebt. Dat is het algemene beeld van de Wereldoorlog, maar ook de bezetter, de verzet, jodenvervolging. Nou, u kunt allemaal lezen, onderduikers, illegaliteit, bevrijding, herdenking en nog een aantal herinneringen. En we zijn daarna gaan praten met een paar mensen die echt alles over de oorlog weten, daar veel over geschreven hebben. Dus Peter Schrijver en Dick Vanisius. Dick Vanisius die het boek heeft geschreven van Het Spoor Terug. Daar staat heel erg veel in. En toen hebben we aan de hand van deze thema's, de volgende sheet, hebben we dus gekeken waar zit dat in Woerden. Waar zit bevrijding en herdenking, waar zit bezetter en verzet. En zo hebben we dus met een aantal gele punten in de stad, dit is de plattegrond van Woerden, gekeken waar kun je nou langs gaan. En toen hebben we dus een wandeling gemaakt, de volgende sheet. En dan zie je dus dat je een paar soorten tochten kunt maken. Een paar wandelingen. Als je de grote wandeling helemaal buitenom doet tot het monument Meeuwelaan aan de bovenkant, misschien zelfs tot de algemene begraafplaats, dan ben je gauw 1,5 uur tot 7 kwartier bezig. Maar omdat het te lang is voor die kinderen, waar we net even over hadden, die 255 kinderen die vanuit de scholen langs die route gaan lopen. En dat zijn ze nu aan het doen, hè. Gisteren, vandaag en morgen lopen die kinderen langs die hele route, langs deze punten. En die is even in rood aangegeven, die volgende. Kijk, het is een korte route. Waarbij we binnen de stadskern blijven en waarbij we dus langs een aantal punten beginnen. En we beginnen bij Drukkers in Verzet, dat zit hier. Ja. En dan lopen we zo tegen de klok in en met een paar plaatjes kan ik even laten zien wat we dan zien. We komen dus bij de drukkerij waar vroeger de drukkerij van de Gebroeders Vergeer was. We komen langs Illegaliteit, we komen langs de Westdam. We komen langs Joods Monument, er komt straks nog even iets meer. Wat heel belangrijk is, dan zien we het onderduikadres op de Rijnkade 77, Rijnstraat 77. We komen langs het kasteel, we komen langs de Voorstraat, waar de intocht was van de bevrijders. We komen langs Rijnoord, waar het centrum is van degene die het verzet leidde, Frans Schrijver. En tenslotte komen we bij de Wilhelminaschool, wat een opvangcentrum was voor mensen die fout waren in de oorlog en die daarna naar de kaarsenfabriek in Gouda gingen om daar berecht te worden. En dan is de volgende, het monument op de Meeuwelaan en de Algemene Begraafplaats, waar dan op 4 mei 's avonds de plechtigheden plaatsvinden. Nou, hier heeft, van één van die onderwerpen heeft Lex Albers een heel mooi klein filmpje gemaakt, van 1,5 minuut. Dat kunnen we nu even doen. En dan gaan we gauw naar de schuldige plekken ook. Een familiefoto van Ingrid Mol, het Joods monument van Woerden. 1, 2, 3, lachen naar het vogeltje en flits, een familiefoto.
De fotograaf weet niet beter. Stapels. Het zouden stapels foto's moeten zijn. Elk jaar een nieuwe foto van de familie. Zo zou het moeten zijn. Elk jaar groeien de kinderen een stukje groter. Elk jaar een stukje wijzer. Op elke foto kijken ze bewuster in de camera. Je zou dan zeggen, wat gaat het snel. Vaders en moeders op de eerste foto, zijn opa's en oma's op de laatste. Zo zou het moeten zijn. Elke foto bewaart 1 seconde van een leven. Voor eeuwig. Hoeveel seconden telt een leven? Hoeveel foto's zijn dat? Hoeveel foto's heb je nodig om de essentie van een mens te raken? Is de ziel van een mens überhaupt te vangen in een foto? En hoeveel foto's moet je maken om een mens tot leven te wekken? Mooi. De zaal wordt stil van. Het is een van de onderdelen van het verhaal van Woerden. Op de website daar kunnen nog meer verhalen worden gelezen. Nu gaan we even terug naar de gildewandeling. Want langs de gildewandeling staan ook een aantal foto's met een aantal grote banieren. Die wil ik graag eventjes uitlichten. En dan wil ik vragen of Hans van Ommeren daar meer over kan vertellen. Want het is een mooi fotoproject geworden. Misschien hebben jullie ze al in de stad zien staan. Deze grote banieren met daarbij een hele mooie foto die laat zien hoe die plek eruit zag in de oorlog. En ik wil echt vragen aan Hans van Ommeren om te vertellen hoe dit tot stand is gekomen. Deze mooie... Ja, dat is... In Woerden heb je de fotografencollectief Weerlicht. Daar zit Aart Sliedrecht in, Barend Houtsmuller. Daar zit Peter Bakker in en daar zit Corrie de Kruijf in. En nog wat niet actieve leden. En we hebben als groep gezegd, we moeten ook iets doen voor het 4-5 mei gebeuren. Daar werden we op onze vingers getikt door Mariska. Die zei, jullie moeten ook iets doen. Zoiets is gegaan. En ik zat ondertussen na te denken. Ja, ik weet niets van de oorlog. Ik ben in 1948 geboren. Ik heb in welvaart en vrijheid geleefd. En ik weet dus niet wat oorlog was. Dus ik heb me verplaatst naar een jongetje van 10. En ik dacht, ja, wat moet ik nou toch met een oorlog? Nou, op het Jeugdjournaal kom je oorlogen tegen, maar je weet natuurlijk nooit wat het is. Dus ik dacht, ja, hoe kan je nou een jongetje of een meisje van 10 fascineren? Wat al, als je iets wil herdenken, want je weet van niks, net zoals ik. En ik had al een oom die in het verzet zat, maar die wilde er niet over praten. En nog een oom, en die zei, ik ben al in mijn poten geschoten door die rotmoffen. En verder kwamen we niet. Dus ik dacht, ik moet toch iets gaan verzinnen. En toen dacht ik, als je nu... Als jongetje naar die plek gaat en je beeld je in, hier is het onheil, hier is het droevige, het waanzinnige gebeurd wat je niet voor mogelijk had gehouden. Dan moet ik een project doen waarbij je de plek benoemt, maar je gaat erop staan op die plek. Dat valt niet mee, want je moeder is natuurlijk danig gesloopt. En heb ik gedacht, ik ga de plekken terugtoveren. Ik zet er een statiefje in de straat met een grote foto van dat was die plek toen. Ja. Dus een statiefje met een foto van 100 bij 120 erop. Ja. Een beetje in een geval, dat stond daar. Nou, ik ben een zoon van een echte schoolmeester, dus je moet het ook altijd goed uitleggen. En toen dacht ik, nou, ik ga banieren maken en daar leg ik het uit. En dan is de nadruk, waar sta ik? En hier sta je bij de gaarkeuken. Hier sta je bij de drukkerij van de gebroeders Vergeer die vermoord zijn. Ja. En de tekst is eigenlijk ook helemaal geschreven voor kinderen. Nou, als kinderen het kunnen lezen, kan een volwassene het zeker lezen. Hè, dus andersom werkt het niet, maar nu wel. Dus ik heb er ontzettend veel genoeg aan gehad om het project te bedenken. Tijdenlang foto's verzameld. En ja, er zitten echt unieke plaatjes bij, zoals bij het kasteel. Die hebben we hier dan niet, maar die kun je in werkelijkheid gaan bekijken. Zie je die Duitsers buiten op een groepsfoto gaan. Ja, dus allemaal toch een beetje van, ja, we staan hier wel, maar we horen hier niet. Dat kan je ook zien, want er wordt ook niet gelachen of zo. Nou, en dan kom je bij de slager uit en dan kom je bij die panden uit. Dus ja, ik was helemaal opgewonden. Ik fietste dan weer door Woerden en denk, oh, dit is een goede plek, oh, dit is een goede plek. Hoeveel plekken zijn er nu? Er zijn voor mijn fotoproject 10 plekken. 10 plekken? Ja, okay. 10 plekken. En dan gaan dus nu de,
De basisschoolkinderen, hoeveel waren dat, Theo, die nu dat... 255. 255 kinderen, dus vandaag was dat en morgen... Van 9 basisscholen, ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Dus het staat allemaal op straat. Ze zijn vandalisme bestendig, maar niet heus. Als er iets gesloopt wordt, zetten we de volgende morgen nieuwe neer. We hebben het gezien. Ik heb een waanzinnig team, dat is Rini en Theo en Dick Vernicius van het Gilde. Ik vond de Gilde altijd een beetje een stille club, misschien ook wel een beetje saai, maar dat neem ik terug. De gasten zijn niet stuiten actief. Mooi. Je krijgt weinig consumpties, er moet steeds gewerkt worden. Maar fantastisch, fantastisch. Dankjewel voor het verhaal. Akkoord. Heel mooi. Ik zou zeggen aan de gasten in de zaal, loop een rondje door de stad en kijk naar deze mooie foto's. Ja. Het is gratis, hè? Dat is ook belangrijk om te horen. Precies, dat gewoon in de stad. Ik ga even verder naar Marco, onze stadsdichter. Ik heb de laatste tijd veel van jou voorbij zien komen op Facebook over je activiteiten die je met kinderen hebt gedaan omtrent het dichten. En kan je iets meer over vertellen? Wat heb je gedaan met die kinderen? Want ze zijn aan het dichten geslagen. Ja, Hoek over Vrede en Vrijheid, dat is een project van QVO. 30 klassen zijn we langs geweest, we met z'n drieën. Maya Hanko, die heeft iedere keer voordat wij met een dichtles begonnen, echt gefilosofeerd met kinderen uit groep 7. Over wat is vrede en vrijheid nou. En, Er kwamen een aantal mooie dingen naar voren volgens mij. Want ik heb één bericht gezien van jou dat je echt er stil van werd. Ja, Erik heeft het ook gemerkt. Na zo'n les van Maya komen wij dus de klas in en gaan we dichten. En soms schrijven kinderen echt dingen op. Daar word je stil van. Mooi. Daar heb je brok van in je keel. En dan denk je, ja. En dat van voor kinderen die op de basisschool in de bovenbouw zitten? Ja, zulke hummeltjes. Je denkt soms, dat leeft niet meer of zo. Of ze begrijpen het niet, of ze zijn te jong. Ja. Maar hebben we met z'n allen ongelijk in. Ze begrijpen wel degelijk, in ieder geval wat vrijheid is. Mooi. Ja. Je zit hier niet voor niks natuurlijk aan tafel. Het stond vandaag op de voorkant van de Woerdse Courant. Jouw gedicht rondom vrijheid, 70 jaar vrijheid. Ja. Deze wil je met ons delen. En daarnaast nog twee andere gedichten. Kan je er kort iets over vertellen? De eerste, dat is, heet Schrikbeeld. Ik heb vrijheid geprojecteerd op wat het nu is. En het is allemaal hele erge dingen. Maar het gaat uiteindelijk volgens mij om hoop. Dat er altijd hoop moet zijn. Ook wij leven hier in vrijheid. Maar er zijn heel veel delen natuurlijk in de wereld waar het volledig anders is. Ja. Nou, als je het nieuws volgt, dan kom je zelf tegen wat er allemaal gebeurt. Heel naar allemaal. Maar we zitten hier aan tafel, we gaan dus het over vrijheid hebben, volgende week ook. Ik geef je graag het woord om deze gedichten voor te dragen. De eerste is Schrikbeeld. Dragend vermogen oppervlakkig, vandaag dan tenminste. Schrikbeelden, keurig gerangschikt op kleurloos papier, problemen platgedrukt. Geduld eerst opgerekt, dan verkreukeld. Confrontatie heeft zijn loop gericht op onschuldige gezichten. Als ontwapenende antwoorden aan flarden worden geschoten, trilt ritme tintelingen langs ruggengraten. Tussen gevoelige snaren en ranke halsen ontsnappen hoopvolle klanken. Ergens moet het toch nog liefde zijn. En dan heb ik twee anderen, die gaan over mijn opa's. Die hebben dus wel de oorlog meegemaakt. Die leven allebei niet meer. En mijn eerste opa, dat is de vader van mijn moederskant, die heeft ook gevochten bij de Grebbeberg en die vertelde ook vaak over de oorlog. Het gedicht heet Opa. Spekbokking en kuit sputterden in de oude ovale vispan, de schuur waar wild bestierf, gevuld met zure lucht van herbruikte roomboter, de groene deur op een kier. Ik bestormde de hemel, jij schonk een glimlach. De versleten hoekbank verhulde zich in misflarden van zware check. Op zondag rinkelde bierflessen, was ruitentroef, lagen alle kaarten open op tafel. Ik zocht de kleur van jouw stem, jij antwoordde rood. Bibberende handen morsten mokken koffie met te veel melk over het vergeelde tafelkleed. Het protesterende lichaam onderuitgezakt in de kale rieten stoel. Half luisterend naar een grammofoonplaat die Weense walsen onder gevloekte verhalen van oorlog krasten. Ik vroeg schuchter naar vrede,
jij verzweeg. Vaker en vaker vraag ik me af waarom ik je niet verstond. En dan is de laatste is over mijn andere opa. En daar kwam mijn vader eigenlijk op het allerlaatst achter dat hij te werk is gesteld ooit in een Duits kamp. Mijn dochter probeert op dit moment te achterhalen waar het dan was. Dat lukt nog niet zo. Dit heet Friesland. In absolute windstilte kwamen we aan. Het dunne haar boven de grote oren en woest witte bakkenbaarden stond alle kanten op. Met grote kolenschoppen duwde hij zichzelf in de bedrand, strompelde naar de wankelstoel, stommelde wat over kaaskeren en de dakpannenfabriek. Onderweg rusten de vergeelde vingers kort op mijn schouders, schuurde de stoppelbaard vluchtig over mijn kruin. Hij keek, knikte, slurpte wat lauwe koffie, het meeste vanaf een schoteltje. De raspende tabakstem maakte flauwe grapjes. Mijn broers lachten hees. Ik besloot om als oudste niet te huilen. Vlak voor de storm vertrokken we huiswaarts en konden nooit meer terug. Mooi Marco, dankjewel. Je bent op een vrijdag ook te vinden in de stad, hè? Op verschillende plekken. Ja. Ga je ook met kinderen weer. En, ja, gelukkig wel. Je eigen werk en natuurlijk met Brusk. Met dus, Brusk ook nog. Fijne dag alvast. Drukke dag, ja, leuk. Ja. Ik wil heel even naar Mariska. Als we één ding moeten noemen waar mensen echt moeten gaan kijken, wat is nou als je één dingetje eruit haalt? Goed. Toch wel het begin van de dag. Laten we dat doen. Moet ja, iedereen komen en dan blijf je gewoon hangen. En daarna lekker blijven hangen. Ja. Ik ga even naar Wietse. Je hebt natuurlijk al net al iets verteld over vrijheid. Maar je gaat ook een nummer spelen nu voor ons. Dat heeft te maken met vrijheid, want die heb je speciaal daarvoor geschreven. Ja, dat klopt. Ja. Hoe ben je op dat idee gekomen? Hoe ga jij te werk met een eigen nummer schrijven? Ja, goede vraag. Ja, normaal komt het altijd binnenvallen. Dus ik weet niet waar het vandaan komt, maar het komt ergens vandaan en het komt in mij en dan komt het weer uit mij. Maar nu was het dus met een opdracht. Dus ik moest een nummer gaan schrijven over vrijheid. Dus dat was voor mij best wel spannend, want dat is dus niet hoe ik normaal werk. Maar het ging eigenlijk best wel oké. Ik moest wel echt, als ik ervoor ging zitten om het te schrijven, merkte ik dat het best wel moeizaam ging, omdat ik dan moest het. En dan ben ik niet gewend dat ik iets echt dan moet doen. Maar uiteindelijk was het denk ik wel een hele goede les voor me en is het best wel, ben ik best wel tevreden over het eindresultaat. Dus, nou, ik ben benieuwd. Laten we gaan luisteren. Oké. Hoe heet het nummer? Het heet When. They do not contain. Freedom's just a label of some feeling that words will never reach. But just the word itself is senseless when you can't fulfill what it means. But when, oh when we all stop the fight wherever it's for, when nobody's afraid to stand out, when every woman can safely leave her front door, and the children can run in the park, when we can follow the birds in the bright sky to wherever, whoever we want, when life is no the guiding light of our hearts. That's when, oh, when freedom will make sense. That's when, oh, when freedom will make sense. Mm-hmm.
so bright as you. We should worship what they have left, or it will disappear. But freedom is easier to worship when it is out of reach. But it can only truly exist when it's there for all in need. Oh, when, oh, when we all stop the fight and wherever it's for, and nobody's afraid to stand up, when every woman can safely leave her front door, and the children can run in the park, when we can follow the birds in the bright sky to wherever, wherever we want. When life is no longer lived by the eyes, but with the shining light of our hearts. That's when, oh, when freedom will make sense. That's when, oh, when freedom will make sense. Oh, when we all stop shouting and listen to hear what the meaning of love truly is. When we open the borders made of prejudice and fear, and let our hearts guide our minds for a bit, that's when, oh, when freedom will make sense. That's when, oh, when freedom will make sense. Dankjewel. Mooi. Dinsdag ben je er ook bij, op Bevrijdingsdag. Ja. Ik zag meerdere optredens staan, twee als het goed is. Ja, klopt. Alvast heel veel succes, veel plezier. Ja, dankjewel. Ik wil graag mijn gasten hier aan tafel hartelijk bedanken voor jullie verhaal. En we gaan verder naar het bandje wat hier in de hoek staat. Applaus voor mijn gasten. Number 5. En ik wil aan jou vragen, hoe zijn jullie tot deze samenstelling gekomen? Ja, wij kenden elkaar eigenlijk al via school en we hadden allemaal les op het klooster. En toen dachten we, nou, het is wel heel leuk om echt met elkaar te spelen. Dus we zijn een paar jaar geleden begonnen met een bandje. Hoe zijn jullie op de naam Number 5 gekomen? Ja, dat is vooral toevallig. Dat heeft onze begeleider en leraar een keer bedacht. We zitten namelijk in Studio 5, hebben we les. Ja, en we zijn ook met z'n vijven. Vandaar Number 5. Cool, dan gaan we nu luisteren naar jullie. Welk nummer ga je spelen? Danny California van de Wet op Chili Peppers. Dank u wel. Dames en heren, Number 5. We gaan aan het einde van dit uurtje nogmaals luisteren naar ze. Maar we gaan eerst verder met het volgende onderwerp, het tweede onderwerp van vanavond. We gaan het hebben over het komende evenementenseizoen hier in Woerden. En graag wil ik mijn volgende gasten uitnodigen hier aan tafel. Wil Stoof, Jaap den Oude, Marcel Fokker en Mariette van Slagmaat. Kom lekker aan tafel zitten. Ik zal je dan even kort introduceren voor degenen die dat nog niet weten. Hier zit Jaap den Oude. Altijd op zoek naar nieuws. En bekend van Woerden dichtbij. Ik hoop het, ja. Ja, ja. Marcel Fokker, nachtburgemeester van Woerden en bekende zanger. Toch? Ja, ja. Mariette van Slagmaat, eigenaresse van Galerie van Slagmaat aan de Leidstraatweg. En Wil Stoof, de nieuwe voorzitter van op dit moment nog Stichting Nachtcultuur. Ja. Maar dat binnenkort staat niet meer zo, toch? Nee, we gaan Nachtcultuur stopt. Echt waar? Ja, de stichting. En okay. Goed zo. We gaan verder met iets nieuws. Ja.
Ja, want we kunnen gelijk wel even zeggen, we hebben een nieuwe voorzitter bij Nachtcultuur. En waarom ben jij nu, wat drijft jou om de nieuwe voorzitter te zijn? Want Bas Kassemeijer, die heeft een, hij zit daar in de zaal, steek even je hand op. Hij heeft natuurlijk een grote verdienste. Maar ja, Nachtcultuur gaat door en Wil Stoof is nu de nieuwe voorzitter. En waarom? Waarom jij? Ik denk dat ik dat aan de jongens van Nachtcultuur moet vragen. Maar vorig jaar riep Nachtcultuur op dat ze handjes nodig hadden. En ik vind dat als je wat te vinden hebt en als je ergens wat leuks van vindt, dan moet je daar denk ik ook wat mee doen. Dus ik heb mezelf opgegeven als handjes. Dus ik wilde de roze dozen gaan schilderen. Uiteindelijk ben ik niet zo ver gekomen, want het bestuur die vond dat ik wel andere taken moest gaan doen. En na een nachtklooster vorig jaar heeft Bas mij een keertje benaderd of ik niet zijn rol wilde overnemen, want hij zei dat het voor hem over was. Okay. Dus ik heb met iedereen binnen de club een praatje gehouden en ik dacht, ja, die visie die Nachtcultuur heeft, het bieden van een podium aan talent, woorden verbinden met muziek en met andere beeldende kunst en allerlei leuke dingen, ja, dat is wel een visie die ik wel, waar ik wel achter sta. Nou, mooi. Nieuwe voorzitter dus. Marcel, jij bent de nachtburgemeester van Woerden. Correct. Als iemand dat nog niet weet, maar wat houdt dat precies nou in? Wat doe jij als nachtburgemeester? Dat vragen mensen wel vaker en ik weet het zelf ook niet. Okay. Nee, ja, ik ben betrokken, of wat vaak betrokken bij allerlei culturele dingetjes. Daarom zit ik ook bijvoorbeeld hier, maar doe ik ook wel eens dingetjes bij Mariette, doe ik ook dingen voor nachtcultuur en natuurlijk jazzfestival, waar ik zelf natuurlijk nogal een voorkeur voor heb. En ja, goed, zo zijn er allerlei dingetjes. We hebben Barbiepop een keer gepresenteerd. Ik geloof ook, Karel zit hier, ik moet nog maar overleggen, maar ik schijn iets te presenteren ook met 4 en 5 mei. Maar daar ben ik voor gevraagd, verder nooit meer gehoord. Ik zou het even snel vragen. Het is ja. Ja, nou, precies, dat vond ik zelf ook een beetje gek. Maar nee, dat soort dingen dus. Ja. Ja, je wordt toch een beetje als manus van alles voor het culturele leven ingezet. En dat is eigenlijk de nachtburgemeesterschap, denk ik. In dankjewel voor de introductie. Ja. Mariette, hoe gaat het met de galerie? Top. Top. Nou, duidelijk. Ja. Ja. Hey, wat ik me afvroeg, ik zat een beetje voor te bereiden. En we hebben hier een aantal jongeren hier al aan het woord gehad, hè, met muziek. Zijn er veel jongeren met kunst bezig die bij jou in de galerie misschien iets doen of willen laten zien? Hele sloten. Ja? Ja, en misschien nog niet eens zozeer laten zien, want dat is dan toch nog wel eng. Maar op het moment zijn we bezig met een hele serie excursies van de Minkema aan de Steinhaagseweg. Leerlingen uit de derde klas. Die komen half uurtje naar het museum en een half uurtje bij mij. En gewoon even kunst snuiven. En merendeel. Ik geloof, we zijn nu denk ik een week of 6, 7 bezig. 3 kinderen zijn eerder in een galerie geweest. Okay. Dus daar kan nog wel wat verbeterd worden, zeg maar. Ja, want het is natuurlijk ook wel leuk om de jongere generatie ook daarmee kennis te laten maken. Ik vind het heel leuk. En het is ook, ik denk altijd maar, het is zo makkelijk. Ik laat ze lekker rondkijken en snuffelen. En ze mogen zelf zeggen wat ze mooi vinden. En ze mogen het ook gewoon zeggen als ze het spuug lelijk vinden. En waar ze altijd over beginnen, maar het is zo duur. Ja. Ja, dat heb je. Ja. Ja, maar goed, dat als je moeilijk uit te leggen dan. Nee hoor, nee, dat valt wel mee. Nee, ik bedoel, in verhouding tot zakgeld is dat inderdaad wel een issue. Precies. Hè, maar als je dat dan even weet te vertalen naar, stel dat je zou werken, hè, dan is het best te doen. Okay. En je merkt over het algemeen dat ze het gewoon heel leuk vinden om toch om te kijken. Dat is iets en... ja, dat verbaast me eigenlijk wel, omdat heel veel mensen zoiets hebben, nou, dat wordt een zware opdracht. Nee, het zijn echt de leukste ochtenden. Leuk, ja. Dankjewel. Jaap, bekend van Woerden Dichtbij. Ja. Wat is Woerden Dichtbij? Och, het is gewoon een website met nieuwtjes en commentaren. Het leuke van Woerden Dichtbij vind ik, dat het juist nieuws is vanuit de mensen zelf. Ja, nou ja, ik nodig iedereen uit om vooral zelf zijn eigen verhaal te doen. En dat kan natuurlijk ook makkelijk. Maar ik ben de enige die daarvoor werkt. En eigenlijk ook nog maar deeltijd. Dus, ik hoop eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen bijdragen. Ja, want jij post het op Twitter en op Facebook. En het verspreidt zich gelijk als een olievlek. Dat is heel erg leuk. Laten we even naar het onderwerp gaan. Want we hebben het natuurlijk over het komende evenementenseizoen. Jij ziet van alles voorbij komen op de website. Klopt. Als we het nou hebben over een tip of iets waar de mensen vanaf nu tot en met september, oktober, of misschien wat net is geweest is. Maar, ja, blijf binnen tot volgend jaar, voorjaar, tot het volgende nachtcultuur. Het zal vast wel iets anders zijn. Kan je iets noemen waar jij
de woerdenaren voor op pad wil sturen. Wat moet ze ja. zien? Nou ja, het zijn, volgens mij het zijn twee evenementen aan het eind van de zomer. Acoustival en Babypop. En, ja. Ja, het is een beetje, het weer is wel echt een factor natuurlijk voor heel veel evenementen in Woerden. Dat geldt ook voor het straatfestival en zelfs de Woerdense vakantieweek. Misschien is daarom ook wel zo bijzonder dat nachtcultuur er helemaal geen last van heeft. Van zoiets als het weer. Want afgelopen jaar zou ik toch ongeveer een cijfer 1 geven, denk ik, het weer. Maar desondanks was het wel heel erg mooi. Ja. Maar ja, ik vind eigenlijk die kleinschalige muziekfestivals, die een beetje zo op een luie zaterdag of zondag kunt meemaken, dat vind ik eigenlijk wel mijn picks. Ja. Oké. Okay. Oh, en nog een tip. Marcel Fokker had ooit een band, dat was misschien altijd een beetje veel gedoe om te boeken. En dat doet hij veel met Jan Canes en dat is al wat minder gedoe. Maar je kunt hem ook alleen boeken met een soort karretje tegenwoordig. Ja, een spinkit. Op een barbecue of bij de opening van een winkel. Ja. Dus dat is ook een tip, vind ik. Ja. Overal leuk, ja. Hey Marcel, nu je toch een microfoon in je handen hebt. Mobiel leuk. Als jij naar het aanbod kijkt aan evenementen hier in Woerden, wat vind jij een mooi evenement waar Woerden zich mee kan profileren? Nou ja, ik natuurlijk een beetje eigen parochie. Ik vond het Jazzfestival fantastisch leuk. Dat gaan we dit jaar niet helemaal redden, maar we doen een kleine afgeslankte versie. Gelijk een primeur voor jou. Op 29 mei in het Kasteel, met 4 bandjes en iedereen natuurlijk weer van harte welkom. Dus eind van de maand al? We hebben het van de week besloten, het gaat ook de komende week de kranten in en zo. Het is allemaal leuk. Maar dat gaat dus wel, dat vind ik... Kan je iets meer over zeggen in de verschillende zalen? Of? Nee, in principe is het allemaal gewoon op één verdieping. Het is ook het is meer een combinatie jazz en food, zeg maar. Gewoon gezellig eten, drinken, snabbelen en dan is het nog wel een afterparty. Met DJ en Sax in de geweld. In de geweld, leuk. En een stuk kleinschaliger ook. Ja, veel kleinschaliger. Ja. Ik hoop op 500-600 man of zo. Dat zou al heel prachtig zijn. Maar, en dat is natuurlijk 10% van wat er normaal was op de jazz. Maar we willen gewoon even een jaartje gaan overleven. Het is niet alleen dat. We gaan door het jaar heen zes zondagen nog volgen met diverse artiesten. En als we nou even naast jazz kijken, wat is dan nog iets wat jij denkt van, nou, dus nou, ik vind sowieso Woerden zich ontzettend goed profileren met allerlei dingen. Ik vind, en dat is niet omdat mijn ex-vrouw daar toevallig zat, maar Koningsdag moet gewoon nu alsnog een applaus krijgen van iedereen. Koningsdag. Zeker weten. Ja. En daarom geweldig gedaan. Want iedereen denkt, maar dat doet de gemeente of zo. Maar het zijn weer allemaal vrijwilligers die daar natuurlijk uit de slot gelopen. Ja. Jullie zelf met nachtcultuur, petje af, gek. Maar je hebt de havendagen, je hebt de straattheater. Je hebt, maar ook zoiets als elk jaar die oude motoren op het veld. Ik ben er ook wel liefhebber van, maar dat doen altijd maar weer mensen. Doen dat elke keer. En de Harley-dag en het Woerdense vakantieweek natuurlijk. Het houdt niet op. En Woerdenaren zijn zo actief. Dat hoor je van iedereen en ik. Ja, ik heb zelf moeite om daarin te kiezen, want ik vind vooral die vrijwilligers die daar, iedereen steekt daar honderden uren per jaar in, dat is waanzinnig te gek. Ja, zeker. En ik vind bijna elk ander tekort doen om daar één van te tippen. Ik vind zelf, Acoustifal vind ik leuk. Ik vind, dan heb ik zo nog een andere vraag. Weet je, allemaal leuk, maar ik vind het ook allemaal te gek. Ja. Dat is ook wel een beetje het nachtburgerschap, nachtburgemeesterschap zo verwoorden. Ja, klopt. Ja. Mariette, als jij naar Woerden kijkt, waar maak jij je avond voor vrij? Of waar ga jij een dagje door op pad om te kijken wat dat nou precies is? Nou, ik heb dus een probleem. Want heel veel leuke dingen zijn op zaterdag. En wat denk je wat? Heb ik een zaak en die is op zaterdag open. Ja, dat wordt lastig dan, hè? Dus dat is lastig. Maar gelukkig hebben we op zondag ook leuke dingen. Ja. En dan vind ik het Kunstpark, dat vind ik echt geweldig. Dat is samen met het akoestiek. Ja. En het is echt heel leuk inderdaad, ja. Daarom heeft het zijn applaus. Het hoort ook wel echt bij elkaar, vind ik. Dat hoort echt bij elkaar. Ja. Zonder het een zou het andere minder leuk zijn. Dat denk ik wel, ja. Vorig jaar was er ook voor het eerst muziek, of meer aanwezige muziek, zeg maar aan onze kant, aan de kunstkant. En dat is leuk. Er is interactie, ze bedenken leuke activiteiten. Hè? En dan denk ik, jongens, hou de lat qua kunst in ieder geval een beetje hoog, zodat het echt kunst is, zodat het geen creativiteitsmarkt wordt. Maar het is top. En weet je wat ik echt heel bijzonder vind? Het publiek. Want ik weet wel, de eerste keer dat het Kunstpark was, nou, ik was echt heel vals. Ik dacht, als het om 1 uur nog regent, dan ga ik niet. En het regende heel erg, maar toen was het droog om 1 uur.
Dus ik met de auto vol met mijn spullen daar naartoe. Met echt utter charmante schoenen. Verschrikkelijk was het. Maar het was ook nodig, want het was echt hartstikke drassig in het park. Maar het was zo leuk. En toen viel mij op dat je hebt publiek die kwam voor de muziek. Maar er waren genoeg mensen die toch op die kunst afkwamen. En jong en oud. Het is een prachtige mix. En, ja, een mooie combinatie. Een hele mooie combinatie, absoluut. Ja. En wanneer is het weer dit jaar? Zondag 30 augustus. Zondag 30 augustus, ja. Kijk. Hey Wil, als jij naar Woerden kijkt, wat is jouw tip? Je bent ook muzikant, hè? Je speelt bas. Wat als muzikant zijn, waar kijk jij dan naar uit? Ja, dat is lastig. Waar ik naar kijk is bijvoorbeeld het Hardcore Festival wat aan de plas in de Kattenboekdijk. En dat komt niet omdat ik van die muziek hou, maar ik vind die locatie uniek. Precies. En ik weet niet of ik nu mensen in de buurt, maar ik denk dat we daar als Woerden nog wel wat moois kunnen maken af en toe. En ik zou daar bijvoorbeeld ook als bassist of als gitarist zou ik daar wel een akoestisch festival willen. Of een rockfestival. Maar dat zou ik wel te gek vinden. Ja. En want dat was eigenlijk gelijk mijn volgende vraag. Dan, wat mis je nog in Woerden dan? Ja. Of missen wij iets? Is er nog behoefte aan een nieuw evenement? Nee, wat net aangegeven wordt. Ik denk dat Woerden heel actief is. Alleen wat ik mis, en dat is een beetje wat wij met Nachtcultuur wel op de kaart willen gaan zetten. De verbinding tussen de verschillende stromingen, de verschillende culturele activiteiten. En dat vind ik wel, dat mis ik wel. En daarmee mis je ook doelgroepen. Hè, als je een hardcore festival hebt, dan heb je daar een bepaalde doelgroep. En ik zou het mooi vinden als die doelgroep ook kennis maakt met andere dingen. Ja. En dat is ook een beetje de strekking van ons nieuwe stichting. En hoe heet die? De Cult Company. Kijk, okay. Ja, als die mag in de krant trouwens. Hè? Sorry? Die mag in de krant. Mag je in de krant? Als jij iets zou mogen bedenken, wat missen we in Woerden qua evenementen? Is er iets wat we missen? Ja. Of hebben we een groot aanbod? Openlucht film vind ik wel iets. Er zijn een paar weken in het jaar dat er niets gebeurt. Dat is echt in juli, die weken voorafgaand aan de Woerdense vakantieweek, is echt heel stil. Ja. Zijn er ook minste mensen, ik snap het wel, maar dan zou je misschien iets kunnen doen. Ik vind die projectie nu op het Stadsmuseum, dat vind ik al heel gaaf. Ja. Nou, als je daar met 200 man naar een film kan kijken, is dat eigenlijk ook leuk. Allemaal zitzakken op de straat. Ja. En, het is vaak wel de periode waarin het droogst is, dus je kunt wel iets doen dan. Ja, nou, dat is wel mooi. Marcel, heb jij ook iets waar je aan denkt, van wat zou nog heel mooi zijn in Woerden als aanvulling? Ik vind zelf wel, tenminste, met bandjes speel ik ook vaak op allerlei van die culturele eetfestijnen, zeg maar. Gouda Culinair, Alfa Culinair en weet ik veel. In Maastricht heb ik ook een paar keer evenementen zo. Dat vind ik, je hebt in Woerden wel smaak en vermaak. Dat is ook, zit al behoorlijk in die richting, maar ik zou het heel leuk vinden als er op de een of andere manier weer een soort verbindende factor en dan niet Woerden bruist alleen. Maar gewoon de horeca organiseert iets met elkaar en dat vind ik gewoon tof. Dat, ja, je krijgt nu dat straatvoerfestival. Dat is een beetje straatvoer. Jongens, hebben jullie dat? Heb ik gemist, maar ik mis wel vaker. Jij weet er nog meer van? Ik volg Facebook en Twitter en dat soort dingen. Maar op 4 juli, geloof ik, zaterdag 4 juli toch, is het op de Meulenlandsweg. Oh, dan moeten we dat even in de gaten houden. Dus er zit iets in de pijpleiding dan. Oké. Okay. Moet jij nog met je kind naartoe dan? Ja, dat lijkt me leuk. Mariette, heb jij iets wat je denkt van, dat kan echt nog wel Woerden gebruiken? Nou, gebruiken, weet ik niet. Ik vind om te beginnen ook dat er heel veel hier georganiseerd wordt. Als je gaat kijken naar vergelijkbare plaatsen qua omvang, dan bruist het hier. En de Woerdenaren zelf hebben het soms niet door, maar van mensen van buiten Woerden of die hier later zijn komen wonen, nou, die zeggen, er is altijd iets. Er is altijd wat te doen. Dus wat dat betreft, eigenlijk moet ik dan zeggen, nee, we hebben alles. Maar, ik weet niet of jullie ooit hebben gehoord van de Drentse Blues Opera. Geweldig locatietheater buiten. En diezelfde, Tom de Ket, dat is de regisseur en de schrijver. Die heeft vorig jaar in Zeeland heeft die Odyssee gedaan. Aan de zee. Dat is dus locatietoneel met rock erbij. Okay. Nou, zoiets lijkt me nou echt gewoon geweldig voor Woerden. Op de single? Ja, bij mij voor de deur. Of aan de plas, wat wil of aan de plas, maakt niet uit waar. Ik bedoel, ze pakken een leuke locatie. En het zit altijd heel mooi doorvlochten. Locatie, onderwerp, nou echt fantastisch. Dus dat is iets waarvan ik denk van, nou, dan zou ik absoluut komen. Misschien zou ik wel mee. Oké, goed. Ja, ik heb nog een dingetje. Je hebt nog een aanvulling? Ja, dat heb ik al jaren in mijn hoofd. En dat is eigenlijk wel een mooi moment om te spuien. Misschien dat we daar met z'n allen naar kunnen kijken, ook maar vanavond nog. Ik
zou het zo te gek vinden om in dezelfde locatie waar ook altijd een akoestival is, om zo'n mooie ronde muziektent, die zie je wel meer. En daar ook regelmatig strijkjes, maar ook akoestische bandjes. En weet ik, van elke zondag plempt er wat neer. Het hoeft ook niet goed te zijn, maar wel gezellig. Weet je, gewoon, maar dat zo'n ding. En dat spiegeltent. Nee, zo'n gazebo noemen ze het in het Engels. Maar echt zo'n muziektent. Eigenlijk zo'n ding als dat ze van de Woerdense vakantieweek hebben, maar dan in mooiere kleuren. Ja. En roze of zo. Roze is het mooiste. Ja. Oké. Hey, dank jullie wel. Mag ik heel kort. Ik mag natuurlijk wel even voor eigen kerk praten, eigen parochie. We hebben natuurlijk in het Nachtklooster, hebben wij met Nachtcultuur, hebben we daar de samenwerking mee. Dat wordt wel echt een leuk festival. Dat is nationaal talent, maar ook woedend talent. Door het klooster heen. Ja, daar kijk ik echt wel naar uit. En we hebben zelf ook nog een nieuw evenement gluren bij de buren. En dat is huiskamerconcertjes. Ja, dat was kort. Dank je. Ja. Ja. Goed, dames en heren, mag ik een applaus voor mijn gasten hier over het festival te doen. Ik heb nog een aantal korte mededelingen of korte berichten. Want de twee onderwerpen zijn behandeld over het festivalseizoen en over de bevrijding. Binnenkort, volgende week al, is er een heel leuk jeugdtheaterfestival. Het heet Spot. Gaat bij verschillende scholen zich afspelen. In Harmelen en in Linschoten en hier in Woerden. In de meivakantie. Dat is eventjes een dingetje om heel erg in de gaten te houden. Want ik denk dat wel heel erg leuk gaat worden. Stadsmuseum. Dat is nu weer een bezoekje waard. Mooie Woerdense stadsgezichten. Als je geïnteresseerd bent in Woerdense stadsgezichten, zou ik zeker eventjes daar gaan kijken. En ander dingetje. Aan het einde van het jaar wordt weer de cultuurprijs uitgereikt. En daar is nu al mogelijk om daar kandidaten voor aan te dragen. Dat kan via de website. Cultuurprijswoerden.nl. Daar kunnen de kandidaten worden aangedragen. Dus mocht u een evenement hebben of een initiatief wat helemaal in het daglicht moet staan, dan kunt u daar terecht. Dames en heren, ze staan daar nog een keertje klaar. Voordat zij gaan spelen, wil ik jullie straks allemaal uitnodigen om in de foyer nog een drankje te komen doen. Dit was het eerste cultuurcafé met deze opzet. In een uur kort meerdere onderwerpen behandelen. En daarna snel die kant op om daar even met elkaar te netwerken. De jazzmeneer, die gaat voor jullie zometeen jazz op vinyl draaien. Dus wordt genieten. Maar we gaan nog eventjes naar nummer 5. Jullie gaan nog een nummer spelen. Welke gaan jullie voor mensen spelen? Dat is een nummer van Santana. She's Not There. Goed. Nummer 5. Too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Don't bother trying to find her. She's not there. Well, let me tell you about the way she looked, the way she acted in the color of her hair. Her voice is soft and cool, her eyes are clear and bright, but she's not there. Goed, dames en heren, ik wil graag mijn gasten bedanken die bij mij aan tafel hebben gezeten voor hun input. De input vanuit de zaal. En ik nodig jullie graag uit om naar de foyer te gaan om nog een drankje te nemen met elkaar na te praten over dit cultuurcafé. Bedankt voor jullie aandacht. When we all stop shouting and listen to hear what the meaning of love true. When we open the borders made of prejudice and fear, and let our hearts guide our minds for a bit, that's where.